Goeiedag kijkers, ik ben Maïsha Neus en vandaag zijn we weer terug met een gloednieuwe aflevering van De Nieuwe Politiek. We hebben gesproken met minister van Volksgezondheid, de heer Ramadine, over het terugtrekken van coronavaccins in diverse Europese landen. Ook hebben we hem gevraagd naar zijn mening over het feest van de VP. Verder hebben we in ons programma gehad de econoom, de heer Anand Bihari, wel bekend van de RVB-actie. Winston Ramautar Singh reageert op uitspraken gedaan door minister van Financiën, de heer Achaibar Singh. De PG heeft een schrijven gericht aan de minister van Financiën, de heer Achaibar Singh, ten aanzien van de oprichting van Nieuwsurfing NV. Dit in opdracht van NDP-fractieleden. Hoe gaat het met u? Hi. Goed. Ja, dank u wel dat u tijd voor ons heeft gemaakt vandaag. Ik wil u even spreken over twee dingen. Ik had u gesproken bij de wekelijkse RVM-meeting en had u uw afkeuring geuit over het feest van VP Brunswijk. En u had ook aangegeven dat u het persoonlijk aan hem kenbaar zou maken. Dus ik wil weten wat de reactie van de VP was op uw grieven. Ja, dus laat me het zo zeggen. Er is in de media verschenen, er zouden berichten verschenen zijn, alsof de minister van Volksgezondheid toestemming gegeven zou hebben voor een feest van de vicepresident. Dat was eerst gezegd. Ik heb toen gelijk laten doorschemeren dat dat niet meer het geval is, omdat ik niet op de hoogte ben van een feest. Ik wist dat de VP jarig was. En het was ook aangegeven dat hij, wat personen zou ontvangen die hem willen feliciteren. Oké, maar ik heb, we hebben dus nimmer een ontheffing of een dispensatie verleend op schrift aan de vicepresident. Hij is een vicepresident en verantwoordelijk genoeg om te weten wat hij wel kan en wat niet. Daar gaan we van uit. En ik heb het natuurlijk hebben we gisteren besproken. Het is me ook aangegeven dat hij nimmer een feest had, maar een bijeenkomst of een moment dat mensen mochten komen feliciteren. 50 personen per keer en daarna gingen ze weg. Maar goed, hij is degene die daar het best over kan vertellen. Wat ik heb aangegeven bij de RVM is dat ik het inderdaad met hem zou bespreken. En ik heb het besproken. En uiteraard heb ik hem aangegeven dat de samenleving uiteraard keek naar gedragingen van zeker hoogwaardigheidsbekleders. Hij heeft me wel aangegeven dat er geen sprake was van een feest, maar van een moment dat mensen mochten komen en feliciteren en weggingen. Dus dat is een situatie op het moment. Dan heb ik nog een vraag hierover, want u gaf het eigenlijk net zelf aan. De samenleving kijkt en verwacht eigenlijk dus een goed voorbeeld. En als we kijken naar de beelden die circuleren op social media, zou je kunnen zeggen, er sprake van een feest, want er was een wegomlegging, het was druk, er werd geen social distancing toegepast. Er zijn Snapchats te zien, dus er is bewijsmateriaal. En dan komt het eigenlijk een beetje over alsof er wordt gesold met de intelligentie van de samenleving. En daardoor neem ik aan, worden mensen ook steeds rustelozer, want er wordt verwacht dat wij ons aan de regels houden, terwijl diverse regeringsfunctionarissen zich er niet aan houden. En u bent ook een minister. Wat is uw standpunt of uw mening hierover? Ik heb een beeld, ik heb een videomateriaal gezien waar inderdaad een taart gesneden werd. En ik heb al keer op keer gezegd dat ik nog steeds achter mijn standpunt sta dat feesten niet zijn toegestaan. Dat is mijn standpunt. U gaat mij niet zien op een feest of u gaat mij ook niet zien als organisator van een feest. Ook al zou ik jarig zijn. En uiteraard, waar het misgaat, moet je corrigeren. En daar heb ik ook mijn standpunt in genomen dat ik het niet goed kan praten als er gefeest wordt. Dus dat heb ik gezegd. En ik heb verder geen reactie, omdat ik al duidelijk heb gemaakt wat mijn standpunt is. En uiteraard, als de samenleving dat goed of afkeurt, dat is de mening van elke persoon. Iedereen mag dat oordelen. Maar wat niet moet gebeuren is dat er niet gegeneraliseerd moet worden. Als er een hoogwaardigheidsbekleder is die het feest organiseert, nou dan iedereen moet instaan voor de consequenties toch, voor jezelf. Wij hebben duidelijk gezegd wat het beleid is vanuit de regering. U hebt gezien dat we vandaag ook de maatregelen een beetje versoepeld. Maar nog steeds hou ik vast aan dat er geen dispensaties gegeven worden voor feesten. Kijk, we hebben zo meteen Pauwa. En iedereen kijkt uit van, ja, wat gaat er gebeuren? Ik heb gezegd, er komt een aparte statement van Pauwa. Maar sowieso moet je verwachten dat er geen ruimte zal zijn
voor mass spreading event. Dus het Pagua Festival van dit jaar gaat niet door? 100% niet. Oké, duidelijk. 100% niet. Dank u wel voor de vraag. Door. Ik ben zelfs aan het kijken naar modaliteiten om zelfs het gebeurt bij Pagua. Families komen bij elkaar, vrienden komen bij elkaar. Ja. Dus ik kijk serieus naar die kwestie en er zal een aparte statement komen vanuit van onze zondheid hierover. Oké, dan kijken we daarna uit. Zeker, komende week. Heeft u de berichten gelezen waarbij aan wordt gegeven dat diverse Europese landen tijdelijk afstand nemen van het AstraZeneca-vaccin door mogelijke bijwerkingen en bloedproppen? Ja, we hebben de berichten gezien. We hebben gisteren ook een statement te geven hierover. Namelijk dat er inderdaad gevallen van trombose zijn gerapporteerd bij het gebruik van AstraZeneca in de wereld. Dan moet je nagaan dat er miljoenen doses zijn toegediend. En er zijn 30 gerapporteerde gevallen van trombose bekend. En dat gaat toenemen met het aantal doses, de toename, zal ook het aantal bijwerkingen toenemen. Dus ik bedoel het aantal personen. Dus het is in zeldzame gevallen kan trombose als bijwerking is genoemd trombose. Maar daar is het gevaarlijke, want trombose heeft diverse oorzaken. Dus wanneer iemand, dus je moet het zo platen, wanneer je net het vaccin hebt gehad en je krijgt een trombose, dan kan het zo zijn dat het vaccin misschien de oorzaak is. Maar het hoeft ook niet zo te zijn, omdat trombose meerdere factoren heeft als oorzaak. Dus dat onderzoek is nu gaande. Door de gezondheidsinstanties. Maar vooralsnog is er geen advies gegeven vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie of panel van experts om te staken, om het gebruik te staken. Dus wij gaan nog even door. Wij gaan nog gewoon door, laat ik het zo zeggen, met AstraZeneca. En we kijken wat uit de bus komt uit de onderzoekingen. Wat denkt u dat de reden is dat deze 6 landen eigenlijk uit voorzorgsmaatregelen het even hebben gestaakt? Wat zou de motivatie daarachter kunnen zijn vanuit een medisch perspectief? Kijk, het kan zo zijn dat... voordat het vaccin is gegeven, zijn er een aantal trials geweest, een aantal onderzoekingen. En daar zijn in verschillende publicaties, welke wij ook hebben gezien, een aantal bijwerkingen gemeld. En de oorzaak daarvan kan dus inderdaad zijn dat personen met bepaalde onderliggende ziekten een iets hoger risico lopen op bijwerkingen, onder andere trombose. En dat moet goed onderzocht worden nu van de gemelde personen, dus die 30 personen. Bijvoorbeeld in welke leeftijdscategorie waren die, welke onderliggende ziekten waren er, is er een logische verklaring voor het stimuleren van bloedpropjes? Of moet er misschien andere zaken in place zijn? Misschien moet er een bloedonderzoek eerst zijn voordat die personen het vaccin nemen, die doelgroepen dan. Dus daarom zeg ik, ik ben als arts ook niet heel erg onder de indruk dat trombose een directe bijwerking kan zijn van het vaccin. Als je kijkt naar de werking van het vaccin. Maar we sluiten niets uit. En aan de andere kant wil ik ook niet oordelen voordat er een definitief besluit is. Dus laat het onderzoek plaatsvinden. Er zijn tot nu toe geen personen overleden. Van die trombose in Suriname hebben we ook geen enkel trombose geval gerapporteerd gekregen van de nu bijna 3000 doses die zijn toegediend. Dus we blijven het volgen. En iedereen wordt opgeroepen natuurlijk als je een bijwerking hebt na het toedienen van een vaccin, dus hier in Suriname, dat je dat wel even meldt. Er zijn daar vervoerders ontwikkeld en nummers waarop je kan bellen. En we nemen het ook serieus. Hoor. Dus dat noemen ze surveillance. Dat zijn side effect surveillance die je moet in place moet hebben. Dus je moet een systeem hebben waar je de bijwerkingen kan inventariseren, kan rapporteren en kan inventariseren. En moet ook gauw doorspelen naar de internationale waakhonden over de gezondheid. Oké, dus Suriname wacht dan voorlopig nog even het besluit van de WHO af ten aanzien van het AstraZeneca vaccin. Ja, wij kijken naar landen die al heel veel van AstraZeneca hebben toegediend. We hebben slechts 3000 toegediend. En als je kijkt naar Israël of een US, waar er al miljoenen zijn toegediend, van AstraZeneca ook, dan kijk je even naar hun bijwerkingenprofiel als er echt inderdaad schrikbarende vermeldingen zijn van ernstige bijwerkingen.
dan ga ik natuurlijk mijn expert ook vragen om ons te adviseren hierin. Vooralsnog blijven we gewoon de internationale berichten even volgen, de trend. En als er iets, iets is dat wij moeten doen vanuit Surinaamse autoriteiten, dan gaan we dat ook doen. Ik bedoel, we gaan onze samenleving ook niet iets gevaarlijks toedienen, toch? Dat is niet de bedoeling. Dank u wel, minister. Ja, oké. Fijne dag. Hai, zelf door. Goeiedag meneer Bihari, u spreekt met Maisha Neus van DTV Express. Hoe gaat het met u? Prima mevrouw Neus, prima. Zegt u het maar. Nou, we kennen Anand Bihari van de rij- en voertuigenbelastingcase die u samen met Stree was aangegaan. En we zien eigenlijk dat dankzij u of dankzij die actie als collectief dat er toen geen rij- en voertuigenbelasting meer betaald is geworden. Maar we zien ook dat de mensen die toen de tijd betaald hebben, ook hun geld niet terug hebben gekregen. Is dit niet krom? Dat klopt. Is het krom? Is het onacceptabel? Is het verwerpelijk? Ja. We weten allemaal dat de leider van de VAP toen, de oppositieleider toen, meneer Santokki, nadat de wet in de assemblée was goedgekeurd, had uitgesproken publiekelijk, zodra wij de politieke regeermacht verwerven, gaan wij deze wet terugdraaien. Dat betekent, wat moet dit betekenen naar de burgers toe? Dat betekent dat meneer Santokki gezegd heeft, iedereen die onterecht geld betaald zal hebben, het terug moet krijgen. Op dit moment is er sprake van discriminatie in de samenleving. Een deel van de bevolking heeft betaald en het overgrote deel heeft niet betaald. Dat betekent dat meneer Santokki zijn belofte moet nakomen. En we stellen vast, iedereen in Suriname weet het, wij weten het. Meneer Santokki maakt beloften, maar komt ze niet na. Kortom, rij- en voertuigbelasting, een formidabele zaak. Op initiatief van een burger met intensieve samenwerking tussen Stichting Center for Public Affairs en Stree hebben wij het voor de burgers mee mogelijk gemaakt dat ze de RV-belasting niet hoefden betalen. En dat moet als een succes vaststaan in de samenleving. Ik heb een vraag. Zou je ons een beetje meer kunnen vertellen over de rechtsgang als het gaat om dat proces? Omdat als ik me niet correct herinner, was de rechter, heeft ze toen een uitspraak gedaan die eigenlijk niet correct was. Want achteraf bleek ook dat handhaving van de wetgeving helemaal niet mogelijk was. Daarom hebben ze het ook gewoon zo gelaten. Kijk, juridisch spelen enkele zaken. Primair heeft te gelden dat de PG er niet warm voor liep. Waarom niet? Omdat de manschappen, de politieambtenaren, vertegenwoordigd door hun politiebond, de stelling innamen van deze wet is niet te handhaven, omdat het in strijd is met bepaalde beginselen. Namelijk, de politie zou onbevoegd handelen wanneer het tijdens een controle de stap zou maken de auto in beslag te nemen. Dat kan en mag niet op dat moment, maar de wet had dat geregeld dat dat zou moeten gebeuren. Maar die handeling, rechtshandeling, mag de politie niet uitvoeren omdat op dat moment niet definitief vaststaat of dat de burger daadwerkelijk in overtreding zou zijn. Want de wet, zoals we weten, had geen rechtskracht moeten hebben. En Stichting CEPAS heeft natuurlijk bij de rechter aangeklopt met een beroep op het feit dat de wet rij- en voertuigbelasting geen rechtskracht kan hebben, geen rechtswerking kan hebben, niet mag worden toegepast, omdat het in strijd kwam met grondrechten van de burgers. Meer specifiek, waar ging het om, heel concreet. Wij hadden als grondslag opgevoerd
de toepassing van de wet rij- en voertuigbelasting zou betekenen dat de burger geld moest afdragen aan de staat, maar onder de feiten en omstandigheden waaronder de burger kwam te verkeren, namelijk een zware armoedig bestaan, een zware aantasting van de koopkracht van hun lonen en salarissen en spaargelden. Onder die omstandigheden betekende dat de toepassing van de wet rij- en voertuigenbelasting een fundamenteel grondrecht van de burger zou aantasten en dat mocht niet. In principe heeft te gelden dat de rechter het eens is met de overwegingen, hè, die je maakt wanneer je een beslissing neemt. Alleen, ik kan me nog herinneren, je hebt dat ook uitgelegd aan de burgers toen. De rechter heeft een denkfout gemaakt in haar oordeelsvorming. Hè? Een technische fout heeft ze gemaakt in het oordelen. Namelijk, ze zei, wij hebben betoog dat de wet rij- en voertuigbelasting in strijd is met fundamentele grondrechten. Maar de rechter wilde lezen in ons betoog, de wet rij- en voertuigbelasting is niet verenigbaar met de fundamentele grondrechten van de burgers. En je kan je nog herinneren, Maisha, ik mag je tutoyeren, neem ik aan. Ja, dat mag. De rechter had op dat moment simpelweg een denkfout gemaakt in haar oordeelsvorming, juridisch heet het. Haar oordeel is in strijd met het geldend recht en daardoor onhoudbaar. De zaak is in hoger beroep, maar zoals iedereen weet in Suriname, wij weten allemaal, wanneer je in hoger beroep gaat, gaat het jaren duren voordat je een uitspraak krijgt van de rechter. Dus in die fase zitten we, maar tegelijkertijd, hè, meneer Santokki had beloofd deze wet in te trekken, officieel in te trekken. Ze hadden veel heisa gemaakt daarover in de Nationale Assemblée. En nou heeft meneer Santokki de regeermacht. En wat doet hij? Hij doet er niets aan. Wat behoort hij te doen? Hij behoort een wetsvoorstel in te dienen ter intrekking van de wet rij- en voertuigbelasting. Twee, hij moet erkennen vanwege de loop van de rechtsprocedure dat de handhaving geen toepassing kan vinden. Dat betekent dat alle burgers die wel betaald zouden hebben hun geld terug moeten krijgen en dat niet alleen. Ze behoren rente erbovenop te krijgen en eigenlijk een extra schadeloosstelling omdat er sprake is van onrechtmatige incasso. He? Daarvan is sprake. Dus het is aan de burgers morgen van meneer Santokki te eisen van Brada Fawaka. Het is onrechtmatig dat u nu onze belastinggelden nog blijft behouden. Er is geen rechtsgrondslag daarvoor om dat in kas te houden. U moet verplicht worden dat bedrag uit te betalen. Dat is wat de rechter, de burgers zullen moeten gaan eisen. Het is aan de burgers, meisje. Zullen ze dat via de groene tafel moeten doen? Of hoe zou de burger dan inderdaad hun geld terug kunnen krijgen? Want het is natuurlijk onterecht dat ze hebben betaald voor een dienst die, of een wet die er niet eens is. Kijk, Stichting CEPAS is gebonden aan het recht. Wij wachten onze vonnis af natuurlijk van het Hof van Justitie. In die zin kan ik dat proces niet doorkruisen, maar dat laat onverlet dat de burgers van Suriname ten alle tijde het recht hebben zich te beklagen hierover en weliswaar met een petitie in de hand zich vervoegen bij de Nationale Assemblée en daar het verzoek indienen dat de Nationale Assemblée een beslissing neemt. Dat mag de Nationale Assemblée zelfstandig, namelijk een zogenaamde wetsvoorstel, hè, initiatiefwetsvoorstel, aanbrengen in de Nationale Assemblée, waarin bepaald zal worden dat zij de wet rij- en voertuigenbelasting met terugwerkende kracht
zullen hebben ingetrokken. Dat betekent als gevolg daarvan, hè, het rechtsgevolg daarvan, betekent dat dan de Belastingdienst aan alle burgers die betaald zouden hebben, hun betaalde belasting terug moeten geven. Zo zou het ertoe moeten gaan, anders kan het niet. Meneer Bihari, weet u waar Hoefdraad is? Dat is natuurlijk de grootste vraag dat rondgaat, rondzinkt in Suriname. Ja. Ik vind het jammer dat wij bij tijd en wijle erop prat gaan een functionele criminele inlichtingen- en veiligheidsdienst zouden hebben, CIVD. En daarnaast nog een dienst nationale veiligheid, dacht ik, DNV. Deze personen die dat leiding geven, worden geacht bekwaam genoeg te zijn om vast te stellen waar Hoefdraad is of niet. Het is geen rocket science om dat vast te stellen. Ik kijk ervan op dat het politieapparaat, dat ook zelfstandig beschikt over een justitiële inlichtingendienst, blijkbaar tot op heden niet heeft kunnen vaststellen waar Gilmore Hoefdraad vertoeft. Dan heb je natuurlijk het effect dat er rumors rondgaan in de samenleving, alsof hij gedood zou zijn, gedumpt zou zijn of wat dan ook, en daardoor onvindbaar zou zijn. Dat geloven we geen van beiden. Prietpraat, ongeloofwaardig. Het meest waarschijnlijke is dat hij ondergedoken is in Suriname. Ja? En dat degene die de regeermacht hebben en de vorige regeringsleider heeft ongetwijfeld een rol in deze meneer Boutersen, dat ze hem beschermen en dat ze eigenlijk het volk gewoon daarmee een loopje nemen. Meneer Bihari, zouden we kunnen stellen dat een overheid of een land, een natie, dat bilaterale betrekkingen heeft, mocht het zo zijn dat Hoefdraad ergens in het buitenland verkeert? We hebben inderdaad de DNV, de Nationale Veiligheidsdienst, we hebben CIVD, we hebben de Inlichtingendienst, we hebben allerlei soort van justitiële beveiligingsinstituten in Suriname. Dus wat is dan de reden dat Hoefdraad niet achterhaald zou kunnen worden? Want logica in mijn brein zou zeggen dat sowieso deze regering moet weten waar hij is. Ja, helaas brengt logica nog geen waarheid op tafel. Hè? Ja, we hebben criminele inlichtingen en veiligheidsdienst. We hebben de Nationale Veiligheidsdienst. We hebben de politionele justitiële inlichtingendienst. We hebben het Openbaar Ministerie, we hebben de PG. En de justitiële inlichtingendienst van de politie is een werkarm voor de PG. Hè. We stellen vast dat ze niet in staat zijn gebleken meneer Hoefdraad aan te houden. We stellen ook vast dat de PG al vroeg in het lopend proces verkondigd had dat er een arrestatiebevel zou worden uitgevaardigd. Tot op heden hebben we dat niet gezien. He? Je zou kunnen bedenken, dan komt er een verzoek bij het Interpol om medewerking te verlenen, meneer Hoefdraad op te sporen, aan te houden, uit te leveren. Tot op heden zien we niet de concrete stappen in die richting. En dat betekent dat je vraagtekens kunt plaatsen bij de geloofwaardigheid van ons openbaar ministerie op dit moment. U heeft in 2018 een case ingediend, tezamen met mijn persoon, tegen de heer Hoefdraad voor het overschrijden van het obligo-plafond. Toentertijd is er vrij weinig maatschappelijke steun gekomen vanuit de oppositionele partij die nu de regering vormen, maar ook vanuit andere organisaties zoals de VES enzovoort. Terwijl inmiddels, anno 2021, de huidige president Santokki, maar ook de minister van Financiën, de heer Achai-Bersing, meermalig hebben aangegeven dat de schulden veel hoger liggen dan gerapporteerd is geweest. Dus achteraf blijkt dat u gelijk had in uw dossier.
Denkt u dat als er toen maatschappelijke steun was gekomen en meer druk was gekomen vanuit de samenleving, dat Hoefdraad toen de tijd vervolgd kon worden en we hem in ieder geval al voor het gerecht hadden kunnen slepen? Maisha, kijk. Ja, maatschappelijke steun zou kunnen werken. Maar primair heb jij ervoor gekozen toen de zaak op grond van een grondwettelijke bepaling dat aan jou het recht verleent een dergelijke aangifte te doen en verzoek te doen. Daar heb je gebruik van gemaakt. Een grondwettelijk recht is aan jou verleend om dat te kunnen doen. Alleen, je hebt meegemaakt, wij leven in een land van inconsequente, incompetente, onbekwame functionarissen binnen het overheidsapparaat en in het bijzonder bij het Openbaar Ministerie. Waarom zeg ik dat? Maisha, jij bent er direct bij betrokken, jij bent de aangever, de initiator in dit geval. Je hebt meegemaakt dat de PG gebruik heeft gemaakt van een administratie-accountant-consulent, waarvan ik het oordeel heb dat hij zeer incompetent en onbekwaam is. Dat heb ik toen tegenover de rechters ook opgeworpen. Ja? Maar ook de rechters hebben laten zien dat ze een onvoldoende goede rechtsgeweten hebben wat dat betreft. Ja? Ze hebben mijn verzoek niet gehonoreerd om mij een complete kopie van het dossier te geven, zodat ik een klacht tegenover deze administratie-accountant-consulent kon indienen. Ons zijn rechten ontnomen in dat verband. Ook de rechter heeft gefaald, zeg ik. Want de rechter heeft jouw zaak zogenaamd niet ontvankelijk verklaard vanwege de afwezigheid van een rechtsbelang. Maar dat is ook iets waar ik het over wil hebben. Want ik ben dus, we zijn dus afgewezen omdat ik niet direct benadeeld ben door deze kwestie. Dus, maar anno 2021 is de koers 1 op 20. Iets wat u trouwens ook voorspeld heeft. En toen werd u een doemdenker en een negativist genoemd. Maar mijn leven is achteruit gegaan. Dus kan je me uitleggen hoe ik dan niet rechtstreeks benadeeld ben geworden hierdoor? Kijk, dat is de, noem het denkfout of simpelweg fout in het oordeel van het Hof van Justitie. Wanneer de grondwet aan jou recht heeft verleend, dan is het niet aan de rechters te oordelen of er een rechtsbelang aan jouw zijde bestaat of niet. Dan moet de rechter dat simpelweg aannemen. Anders zou de grondwet jou dat recht niet hebben verleend. Dat is nou die kapitale fout van de rechterlijke macht geweest in jouw dossier. En dat is onacceptabel, maar goed, jij en we hebben samen besloten, misschien op aangeven van mij, we laten de zaak maar rusten, want met deze mensen komen simpelweg niet verder. Oké? Okay? We weten ook allemaal, zoals je zei, meneer Santokki en meneer Achaibezien hebben publiekelijk uitgesproken dat de schuldadministratie door het Bureau voor de Staatsschuld niet juist is, niet volledig is. Ja? Dat is een bewijs van het gelijk aan onze zijde, aan jouw zijde, toen jij zei in het dossier, meneer Hoefdraad en mevrouw Wijnerman als hoofd van het Bureau voor de Staatsschuld, dat zij valse rapporten opmaakten en dat ze eigenlijk samen met Hoefdraad samenspanden om de staat te benadelen, want dat is wat ze precies doen. Ze benadelen daardoor de Republiek van Suriname en wanneer je de Republiek van Suriname benadeelt, dan benadeel je de burgers van Suriname. En dat is wat jij voelt, jij stelt. De koers is nu 1 op 20. Jij zegt eigenlijk, me kot pina, ja, minomaan baisami begwenti voorbij. Mijn levensstandaard is aangetast. Wie heeft dat aangetast? Daarvoor is hoofdschuldige meneer Hoefdraad.
Ja, met als partner in crime mevrouw Adeline Weinerman. Maar als hoofddader, laten we dat niet uit het oog verliezen. Als hoofddader heeft de gelden Desiree Delano Boutersen. Ja, er is sprake, als we naar het geheel van feiten en omstandigheden kijken, dan is er sprake van een criminele organisatie in dat land. Ja, met als hoofd van de criminele organisatie Desiree Delano Boutersen en medehoofddader meneer Hoefdraad en medeplichtige mevrouw Adeline Weinerman. De PG heeft een schrijven gericht aan de minister van Financiën, de heer Achai Bersing, ten aanzien van de oprichting van Nieuwsurfing NV. Dit in opdracht van NDP-fractieleden. Hierbij blikken we terug op de woorden van minister Achai Bersing, gemaakt tijdens de wekelijkse RVM-vergadering over Winston Ramotorsing en de VES. Alles rust op uw schouders. Is het dan niet zo dat raadzaam om meer gebruik te maken van lokale en internationale expertise, zodat het ook minder zwaar voor u wordt? Nou, ik had gehoopt dat u die vraag niet gesteld had, maar ik ga het beantwoorden. Wanneer mensen gevraagd worden die aan de kantlijn staan te schreeuwen om mee te doen in de discussies en niet komen omdat ze vinden 2 dagen van tevoren uitgenodigd te worden, dan is wat mij betreft, wil je niet meehelpen. Wanneer mensen gevraagd worden om mee te zitten in het team dat onderhandelt met IMF en je komt niet, dan wil je niet meehelpen. Dus ik ga daar verder niet op reageren, maar dat is de situatie waar ik mee heb moeten dealen. En dan kunnen mensen meningen verkondigen. Ik luister en ik neem de goede dingen mee, maar laat duidelijk zijn hoe de posities liggen. Goedendag Winston, u spreekt met Maisha van DTV Express. Dank u wel dat u even tijd voor ons vrij wou maken vandaag. Ik wil even een vraag stellen. Ik heb in uw artikel gepubliceerd in januari heb ik gelezen dat de VES heeft aangegeven dat ze nooit is aangetrokken door de regering als ze zijnde een gesprekspartner om mee te denken, ondanks dat de VES daar de bereidheid toe meermalig heeft getoond. Toch zien we dat afgelopen week bij de wekelijkse Raad van Ministersvergadering minister van Financiën, de heer Achai Bersing, heeft aangegeven dat de VES niet bereid is om mee te werken. Wat is hiervan waar? Diegenen die de VES kennen, die weten dat de VES altijd bereid is zijn schouders onder het werk te zetten als het om economische vraagstukken gaat. En dat is niet vandaag, dat is al vanaf 1972 het geval. Dat was nog voordat ik lid werd van de VES. Dus ik weet niet waar de minister over praat. Maar wat precies is gebeurd sinds deze regering is aangetreden in de relatie tussen VES en de nieuwe regering, daar staat Haarveen neergelegd in een artikel in Inzicht op pagina 7. En Inzicht is het maandelijks economenblad die de VES uitgeeft, een elektronisch blad. En dat op onze website moet verschijnen. Dus mensen die daar interesse voor hebben, in dag en datum, wanneer we hebben aangeboden, hoe we hebben geantwoord en hoe dat allemaal is genegeerd, die kunnen dat rustig nalezen. Beste kijkers, dat was het weer voor vandaag. Dank u wel voor het kijken. Een hele fijne avond. See you then.